gaan het weer lekker over die tour hebben met dus vier Brabanders. En een van die vier Brabanders is Lars Boom. Hij vertrekt zaterdag als rittenkaper vanaf Corsica. De coureur uit Vlijmen gaat als aanvallende troef van de ploeg op zoek naar een dagsucces. Maar Boom gaat ook een beetje op zoek naar erestijl. Want gevraagd naar zijn voorjaar is Lars Boom hartstikke duidelijk. Oh, niet goed. Ja, ik was wel in Vlaanderen, werd ik 11, een slechte sprint. Roubaix was ik goed, maar niet goed genoeg, zeg maar. Ik bedoel, ik reed wel uitslagen, maar niet de uitslagen die ik wil, zeg maar. En dan ben ik wel de eerste die dat zal zeggen. En ik bedoel, het hoeft niet voorgekoud te worden of niet iemand anders te zeggen, dat weet ik ook wel. Het voorjaar was niet goed. In de tweede seizoenshelft wil Boom weer laten zien wat hij eerder in zijn carrière al eens deed. Een bijzondere prestatie in een bijzondere wedstrijd. Dus zei Boom al vroeg tegen de ploegleiding dat hij weer naar de Tour wil. De ronde die hij twee keer reed en hem een haat-liefdeverhouding opleverde. Te beginnen met de Tour van 2010, de start in Rotterdam. 2010 was mijn eerste Tour, dat was meteen eigenlijk de eerste dag na de proloog in de ontsnapping. En dat was een hele speciale dag ook meteen, omdat dat was zo druk, dat was heel speciaal. Zoveel publiek en in Nederland, eerst de Brabant in en later in Brussel finishen. Het is gewoon een groot wielerspectakel en het is wel ook een van de mooiste koersen die er is natuurlijk. Maar het jaar daarop, in 2011, reed Boom ineens geïsoleerd door het Franse landschap. De Tour was zijn koers niet meer. De stress, de hectiek, Boom gaf op en zou een jaar later zeggen dat hij niets te zoeken heeft in de Tour. En vorig jaar zei ik dat omdat ik gewoon, ik had daar gewoon even geen zin in. Je hebt heel veel stress in de Tour. Er is heel veel stress in de Tour. Het is gewoon zo'n groot circus en veel stress in de koers. In 2011 was ik er een beetje klaar mee, omdat ik gewoon, er was zoveel stress en zoveel gedoe. Veel valpartijen en zomaar. En dat is niet altijd leuk. Ik denk dat we dit jaar wel gaan proberen in ieder geval wat meer in ontsnapping te zitten. En dat zou voor onze ploeg goed zijn, denk ik. En voor de renners zelf ook. Als ondersteuning voor de kopmannen, maar vooral als rittenkaper, gaat Boom het weer proberen. Hij krijgt een vrije rol om aan te vallen en hoopt zo op succes. Net als die septemberdag in Spanje in 2009. Ineens wist Boom hoe het is om te winnen in een grote ronde. Winnen is winnen, denk ik. Winnen blijft altijd leuk en winnen is altijd leuk. En vooral als je alleen aankomt. Ik reed toen bergop ook best wel goed, denk ik. Dus dat is altijd een apart gevoel wat ik daar heb gehad in Spanje toen. En hopelijk komt dat ooit nog een keer in een andere grote ronde. Dat zou leuk zijn. Goed zo. De aanloop was wisselend. Goed in de STLM-tour, slecht op het NK. Maar al met al moet Boom van zichzelf meezitten. Daar waar het kan. Vanaf de eerste heuveltjes op Corsica. Ja, inderdaad. Maar goed, kijk, als je mee kan zijn in die etappe of op die klimmetjes. En in ieder geval een sprint kan rijden, dan is alles mogelijk natuurlijk. En als je goed bergop rijdt, wat ik op het moment voor mijn gevoel wel doe, denk ik. Dan moet je daar mee zijn. Punt. Begrijp jij het? Als Nederlanders zeggen, nou als iemand dan een etappe kan winnen, dan is Lars Boom het wel. Ja, misschien wel. Ik bedoel, als ik een van mijn bijzondere dagen heb, dan is alles mogelijk inderdaad. Ik bedoel, in 2011 zat ik er in principe ook wel dichtbij, denk ik. Ik ben ook op 2 kilometer van de streep teruggepakt. En als je daar geluk hebt dat er een ploeg niet mee gaat helpen, zeg maar, met de sprinters, dan blijf je misschien ook weg. Maar goed. Hopelijk heb ik een keer een hele, hele goede dag en zit ik mee. En valt alles op zijn plek, zou heel leuk zijn. Lars Boom, bijzondere jongen, bijzondere wielrenner. Egon, zie jij in hem een toerrenner? Iemand die in de Tour kan schitteren? Ja, het is eigenlijk meer een klassiek renner natuurlijk. Eendaags coureur. Maar die ook in de Tour etappes zou kunnen winnen. En toen hij in 209 overstapte, ik heb hem bij de junioren meegemaakt als coach, ik heb hem bij de belofte meegemaakt. Ik dacht toen echt, hij gaat voor de komende jaren de maat zetten. Waarom is dat niet gebeurd? Dat is te complex om het allemaal uit te leggen. En ook voor mij moeilijk, want kan daarna ik het in één woord samenvatten, mentaliteit? Hij heeft toch wel, hij heeft wel iets. Hij heeft ook wel mentaal wel iets. Misschien, ik heb eens ooit gezegd, het is... Het hebben van talent is voor velen eerder een nadeel dan een voordeel. Dat zou voor hem ook wel eens kunnen gelden. Hij heeft te veel talent, te weinig misschien hoeven te knokken en in de Tour dat moet zou je knokken. Kunnen, dat zou kunnen, maar ik sta nu te ver vanaf om daar echt... Ik bedoel, de laatste jaren heb ik het niet meer echt persoonlijk meegemaakt. Maar hij is nog maar 27. Of is hij al 27? Hij is al 27, hij wordt pas 28 op 31 december dit jaar. Weet ik toevallig.
normaal gesproken in beroepswielersport begint nu pas de goede jaren. Hè. De komende 5 goede jaren zouden nu moeten komen. Dus het kan nog steeds. En als ik hem zo hoor, dan zijn er best wel mogelijkheden. Dus ik hoor meer twijfel dan overtuiging in jouw woorden. In mijn woorden? Ja. Nee, ik heb geen enkele twijfel over zijn talenten, over zijn kwaliteiten. Maar ja, het moet wel gebeuren. En dat weet hij zelf ook best wel. En, ja, Job, jij kent Lasboom behoorlijk goed. Hoe kijkt hij naar deze Tour uit? Als ook het moment van, nou moet ik het toch echt laten zien, want ik ben bijna 28. Precies wat Egon al zegt, hij ziet zelf ook wel in dat de afgelopen jaren niet goed genoeg zijn geweest. Dat de potentie groter is dan zijn uitslagen. En ik weet dat hij dat wel recht wil zetten, dat hij daar vakbekwaam mee bezig is. Af en toe komt het een beetje ambivalent over, hè? Ongeïnteresseerd, dat stukje mentale waar je het net over had. Ja, dat, nou, wat mij verbaast in jouw interview met hem, dat hij het heeft over de stress, de hectiek van de Tour. Daar kijkt hij niet naar uit, dat ziet hij als een last, dat vindt hij vervelend. Terwijl, ja, het lijkt mij als wielrenner, daar wil je schitteren, daar wil je zijn. Dat lijkt mij ook. Ik verbaas me er ook over als hij zegt, ik heb geen zin om de Tour te rijden. Dat nou ook zomaar kan, schijnbaar. En ik denk dat hij ook te weinig gecorrigeerd is in het verleden bij zijn ploeg. Dat hem misschien ook wel zo gevormd heeft. Maar ik denk ook wel dat nu, ja, dat die mentaliteitsverandering wel al is ingezet. Want hij beseft zelf ook wel hoe het de afgelopen jaren gelopen is. Koen, herken jij je een beetje in Lasboom of helemaal niet? Egon zegt, Las had misschien te veel talent. Terwijl ik jou ken als een knokker en als een karakterjongen. Ja, nee, wat dat betreft ben ik denk ik wel iets anders dan Las inderdaad. Ook de stress van de Tour, dat is echt iets waar ik al naar uitkijk. Natuurlijk, het is soms wel eens vervelend. Het is, als je een slechte dag hebt, dan is het niet leuk om een half uur lang interviews te geven na afloop. Maar goed, dat hoort er een beetje bij. En als het goed gaat, dan heb je ook die kans om die interviews te geven. Dus wat dat betreft zie ik dat meer als een mogelijkheid dan als iets waar ik tegenop kijk. Maar snap je het wel als een renner zegt, ik heb er geen zin in die Tour? Ja, ik kan me best voorstellen. Maar wat is dat dan? Ja, er zijn gewoon heel weinig kansen voor renners zoals Lars en voor mij. Ik heb nu veel kansen met de sprinttrein. Daar heb ik me heel goed in ontwikkeld. Daar kan ik me in onderscheiden. Lars heeft dat niet. Dus die heeft uiteindelijk misschien 4 of 5 kansen in de hele Tour de France. En de rest van de tijd moet hij hopen niet te vallen.